Ik ben nog een beetje aan het uitzoeken waar ik ga filmen in mijn nieuwe huis. Dus ik zit nu hier. Volgende keer in mijn badkamer. Dag mensen, leuk dat je kijkt naar aflevering 9 van Lieve Gabi. Maar voordat we gaan beginnen wil ik even iets bespreken. Het is namelijk de laatste tijd het geval dat er veel van de bachelorette-kandidaten in het nieuws komen. Ze praten bijvoorbeeld met de roddelpers. Wat ik totaal niet begrijp, want praten met de roddelpers is het stomste wat er is. Nou ja, het is niet het allerstomste. Wat echt... Nou, dat is misschien wel het soms wat er is. Boy die verkoopt nu namelijk een e-book om geld op te halen voor KWF. Hij heeft zelf namelijk teelbalkanker gehad en dat vertelt hij ook aan RTL Boulevard. Verder heeft hij ook verteld dat hij in een depressie heeft gezeten omdat zijn beste vriend was verongelukt in een motorongeluk. En zijn ex verhuisde naar Spanje met zijn dochter. Nou, dat zijn reden genoeg om te praten met de pers om misschien mensen te inspireren. Maar ook om een e-book uit te brengen genaamd Shit naar Fit. Vrij interessant. Er zijn ook minder interessante nieuwsberichten over de kandidaten van de Bachelorette. Ja, ik kon er nog steeds niet over uit. Maar ja, Nick ontmoet Bas Smit. Dat slaat nergens op. Dat is net als dat er een bericht morgen komt. Gerard Joling ontmoet Britt Dekker. Who cares? Nou, dat was niet het enige. Ook Richie had een nieuwsbericht. En dat ging over het feit dat hij niet moest huilen om Gabi. Waarvoor hij in het programma zat. En waarvoor hij naar Zuid-Afrika ging. En 3 weken van huis was. Maar om... de kandidaten die daar ook toevallig bij waren. Maar goed, we gaan Richie wel missen de komende aflevering in de Bachelorette. Trouwens, Richie is al langer op zoek naar een liefde. Hij heeft namelijk meegedaan aan First Dates. Daar kom ik echt net pas achter. Ik heb het ook nog niet gezien. Als ik het nou vind, dan zal ik een linkje in de beschrijving zetten. Maar het is echt weer zo'n guy, net als ik, die voor eeuwig op zoek is naar de liefde. En hij is ook hetzelfde als ik in het feit dat het niet is gelukt om Gabi's hart te veroveren. Maar hij is ook hetzelfde als ik. We hebben allebei een monsterpiem. Nog heel eventjes over 2 andere kandidaten. Er zijn nog 2 kandidaten die eerder hebben meegedaan aan een televisieprogramma. Je hebt natuurlijk... Hollandse Chris, die heeft meegedaan aan Holland's Next Top Model. En nu blijkt ook dat Jordi heeft meegedaan aan The Face of zo. Weet ik veel, ook een modellenprogramma. Ja, en dan is het misschien een beetje toevallig dat er 3 van de 18 kandidaten van alle single mannen uit Nederland toevallig eerder op televisie zijn geweest. We gaan nu aflevering 9 van The Bachelorette kijken. Omdat The Bachelorette op haar liefdespad wel wat advies kan gebruiken, heeft ze de 2 belangrijkste mensen in haar leven gevraagd om naar Zuid-Afrika te komen en haar bij te staan. Lekker om je te zien. Ja, het is lekker om je te zien. Ontzettend lieve mensen lijken me dit. Echt van die mensen waar je gewoon heel emotioneel bij kan zijn. En jezelf bij kan zijn. Dat is niet zitten, jak, hè? Oké. Maar hey, gezellig dat die ouders er zijn. Love you. Hoe gaat-ie? Goed. Je ziet er goed uit. Jij ook. Je mist het toch? Het is ja, je kind, man. Dat is toch leuk? Nee, dit is geen boomervader. Een echte boomervader zou niet zeggen I love you. En dan echt daadwerkelijk toegeven dat ze hun kind hebben gemist. Het lijkt zelfs alsof de vader van Gabi wel emotioneel capabel is om kinderen op te voeden. Ja. Ik stel eigenlijk nooit de man en mijn ouders voor. Dus ik trek ze hier wel even flink mee. Nou, dus ik dacht ik doe eens wat anders en ik stel ze gelijk alle 6 voor. Dat is helemaal niks geks aan Gabi, dat doe ik zelf ook altijd. Mijn kerst gaat altijd zo. Hey familie, fijne kerst. Ik heb een wijntje meegenomen. Trouwens, dit wijntje is uit Zuid-Afrika meegenomen door de crew van de Bachelorette. Dat is echt waar. Of hebben ze me zitten naaien? Is het niet waar? Want er staat gewoon Amsterdam op. Er staat ook papier van Amsterdam. Oh, ze hebben me genaaid. Ze zeiden dat hij mee was genomen uit... Dag familie, een hele fijne kerst. Ik heb een rood wijntje meegenomen uit Amsterdam, niet uit Zuid-Afrika. En ouders, ik wil wat zeggen. Ik weet dat jullie sinds jullie 14e al bij elkaar zijn. Dat is mij niet gelukt. Maar ik heb gisteren wel een kwartet gehad, dus ik wil jullie voorstellen aan Tanisha, Yara en Lois. Maar dat is niet alles, want ik heb namelijk vorige week een trio gehad. En dit zijn Bethany en Angelini. Een hele fanfare uiteindelijk. Circus binnen. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, als hij nou weer begint over vogels, ga ik persoonlijk naar het Vondelpark om hem te tackelen. De ouders van de Bachelorette zijn namelijk naar Zuid-Afrika gevlogen om jullie te leren kennen. En daarom gaan jullie straks speeddaten met Dennis en Monique. Dus, succes mannen en hou het netjes. Kom maar, ik ben wel goed bij ouders. Ja, Casper, dat geloof ik ook wel. Alleen zoals ik net zei, hou het netjes. Dus... voor 1 keer geen seks op de eerste date.
Please, het zijn de ouders. Come on. Kom zitten. Ik hoop niet dat je nerveus bent. Ik heb nerveuzere momenten gehad, denk ik. Oh, dat valt me tegen, jammer. Wat zeg je? Oh, dus je bent niet nerveus om mij te ontmoeten. Oké. Was je nerveus voor je schoolexamen? Ja, ja. Dus je zegt nu eigenlijk dat je wiskunde A belangrijker vindt dan mijn dochter Gabi. Waarom ben je dan eigenlijk? Doe je het voor de fame? Wil je uiteindelijk 500 euro sponsordeals op je Instagram? Is dat wat je wil? Wil je uiteindelijk Daniel Wellington promoten en naked? Ik ben Casper en ik heb een scheermesje van Philips gekregen. Wat wil je? Is de tijd nu al om? Serieus? Oké, nou Casper, het was heel erg leuk om je te ontmoeten. Wij gaan nu door naar Niek. We hoorden dat je daar op de eerste date gratis Louis Vuitton armbanden krijgt. Ben je Belgisch? Belgisch? Ja, je hebt een beetje accent. Belgisch accent. Ik kom niet uit Amsterdam. Randstad mensen be like. Oh, je hebt geen Amsterdams accent. Dan moet je uit België komen. Dat is gewoon hoe het werkt. Twente? Ja. Oké. Okay, daar win ik wel eens geld mee, want ik zit altijd geld op Twente, want dan brengt het meer op. Ja, ik ben helemaal geen voetballer, moet ik zeggen. Oh, min. Wacht even. Ja. Grote min. Nou, de gesprek ging niet voortreffelijk, maar wel hele leuke ouders. Bij Boy ging het zo. Ik heb twee keer met Gabi ben ik op stap geweest, superleuk. En ze heeft met vol trots over jullie verteld. Dus ik weet al een beetje over jullie. Ja, leuk. Ja, Gabi heeft echt leuke dingen over jullie verteld. Jullie zijn dus swingers? Oh, dat mocht ik niet weten. Shit. Oh, nou ja, nou, dan kunnen we het hebben over het feit dat Gabi zei dat jullie racistisch zijn. Wel allemaal kutdingen. Ik heb een vraag aan u, Cedric. Want ik heb namelijk een prachtige dochter. Gooi hem erin. Nou, kijk heb eens jij ook een dochter? Ze is nu 6,5. Oh. Vrij snel om over je dochter te beginnen. Ja, ik ken de etiketten daarvan niet hoor. Maar ik vind 13 seconden nogal snel. Maar hij zegt in ieder geval haar leeftijd in jaren. Dat is goed. Er zijn twee dingen wat fucking irritant is aan mensen met kinderen. 1. Praat niet in maanden. Gecondoleerd met je vader, het is een groot verlies. Hey, trouwens, heb ik mijn dochter al laten zien? Dit is mijn dochter, ze is 390 maanden en super slim. Ze is hoogbegaafd. Dankjewel, ik moet wel nu even gaan, ik moet een speech geven. Trouwens, dat is 32 jaar, serieus. Nou, dat in combinatie met ook nog eens je kind hoogbegaafd noemen, echt. Fuck off. Nee, oké, ik ga niet slaan dan, maar je weet toch. En nummer 2 is het feit dat ouders shit verzinnen over hun kinderen. Oh my god. Mijn dochter, 17 maanden tussen haakjes. Oh, fuck off met die tussen haakjes en dan mijn leeftijd. Zei gisteren, mama, als ik mijn gedachten creëer en mijn gedachten creëren mijn intenties, dan creëren mijn intenties mijn realiteit. Dus dan is mijn gedachte de realiteit? Nee, zo werkt het niet. Haha, stuk gaan emotiepoppetje, weet ik veel. Ze is zo slim voor de leeftijd. Oh mijn fucking god. Nee, Karin. Jouw kind is niet slim. Jouw kind is net zo dom als elk ander kind. Want kinderen zijn eenmaal dom. Accepteer het. Maar jij verzint dat je kind slim is. Zodat je een Facebookbericht kan posten. Voor mensen die je super oninteressant vinden. Aangezien jij heel je karakter hebt gevormd. Om het feit dat je kinderen kan krijgen. En al je vriendinnen vinden je ook oninteressant. Omdat zij je alleen gebruiken. Zodat je een dag kan oppassen. En ze is prachtig. Ze is klein. Ze is lang. Ze blonde haar. Dus nu weet ik uit eigen ervaring dat Boy wel op een gezonde manier over zijn kind praat. Maar dit is een beetje gek. Want is jouw kind nou lang of klein? Ze is klein, ze is lang. In ieder geval, hij begon dus met praten over zijn kind omdat hij advies vroeg aan Dennis voor het opvoeden van een dochter. En dit was Dennis' advies. Nu, hoe ga ik met een mooie dochter om? Hoe regel ik? Zoek het lekker zelf uit. Nou, ondanks dat ging het wel ietsje beter dan bij Casper. Maar nu is Joey aan de beurt en ik heb zo'n gevoel dat Joey heel goed met schoonouders om kan gaan. Ja, het is een moederskindje en het boeit het wie zijn moeder het is, toch? Heb ik de groeten aan Boy's moeder gedaan? Ja, zei dit. Dus jij bent Joey. En waar vandaan? België, ik kan het aan je horen. Hey, ben jij de buurman van Casper? Die komt ook uit België. Hey, luister, als een van jullie binnenkort mijn dochter ligt aan te naaien in Antwerpen, denk dan even aan mij. Ik wil namelijk van die Belgische bonbons. Of manneke pis, een van de twee. Lijkt me gewoon heel leuk om iets uit België te hebben. Nou ja, ik kom natuurlijk uit Limburg. Maar Dennis, die vader dus van Gabi, die is zo ontzettend direct. Moet je even kijken. Limburg. Oh, Limburg. Jezus, verder kan toch niet, man? Ja, nee, ben je verliefd? Nee, kan niet. Ik ben eigenlijk van origine, qua opleiding, maar een kok. Dat heb ik een hele tijd gedaan. Maar ik heb toen op een gegeven moment een burn-out gekregen, omdat ik gewoon te veel... Van kokkerellen? Ja. Een burn-out van kokkerellen? Van kokkerellen? Want je moet toch een beetje tomaat snijden, muziekje op. Ik denk serieus, zonder grappen, dat kok zijn... Chefkok zijn een van de zwaarste banen is die je kan bedenken. Dat denk ik serieus. Nou, misschien is het niet de zwaarste, misschien één en zwaarste. Want de zwaarste baan is denk ik video's filmen over de Bachelorette in je raamkozijn. Jetro, aangenaam. Hoe heet jij? Dennis. Jetro. Oh, ik dacht dat je hetero zei. Ja. Nee, niet hetero, Jetro. Ik val wel op hetero mannen, ik weet niet of je iemand kent. Hey, ik ben van plan om de gay best friend van Gabi te worden. Dus we gaan nu even bespreken hoe we Jordi gaan inpakken. Want het lijkt me heel leuk om hem in... What the fuck doe ik? Wat ben ik nu aan het doen in mijn leven? Wat doe ik? Mensen, wat doe ik? Mijn dochter, klootzak. Ah, dat doe ik.
De buurman gaf even antwoord. Ja, dat is Amsterdam, hè? Dat zijn zulke wandjes. Als ik nu nies, dan hoor ik mijn buurman coronavirus. Ik heb een autobedrijf. Je wil snel, makkelijk geld verdienen. Ik had eerst voor mijn 30ste wil ik miljonair zijn. Ik ben inmiddels 31. Ja, dat is klaar. Valt even tegen, hè? Kijk, direct beginnen met het uitleggen dat je medium inhoudelijke droom al is mislukt. Dat, ik weet niet of dat de manier is om je voor te stellen aan iemand ooit. Ja, misschien een psycholoog. That's it. Ja, maar ja, in mijn ogen is het miljonairs van in mijn hoofd nu van dat je wel gewoon lekker op vakantie kan, lekker kan eten wanneer je wil. En als dan je ben je miljonair. Hey vriend, ik heb je lang niet gezien. Hoe is het? Ja, goed man. Ik ben miljonair, dus het is prima. Oké. Okay. Ja, nou, dat is wel knap, moet ik eerlijk zeggen. Dus je hebt meer dan 1 miljoen euro? Nou, nee, maar ik ben vorig jaar nog in Barcelona geweest en ik ga eens per maand uit eten. Ja. Nice! Ja, dat is misschien in jouw ogen of in je hoofd, maar dat is niet hoe het werkt. Nee, je bent miljonair als je 1 miljoen euro hebt. Je kan niet, als jouw droom is mislukt, dan de definitie van miljonair zijn aanpassen. Zeg dan gewoon, ik ben gelukkig als ik op vakantie kan. Maar zeg dan niet, ik kan op vakantie, dus ik ben miljonair. Dat is net zoals dat iemand zegt, hey, ik eet heel veel vlees, maar ik geef wel echt om dieren, dus ik ben vegetarisch. Maar Breda, hè? Ja. Dat is niet Amsterdam. Ja, het is... Kijk... Ah, nee, het... Meen je dat nou? Is dat niet Amsterdam? Nee, Nick weet natuurlijk dat het niet in Amsterdam ligt. Maar hij ligt even aan die ouders uit waar het exact wel ligt. Het is Nederland. Kijk, dan is, ja, nee, dat is... Dat is Limburg wel heel ver, maar dan ja, is het... Oké, nou, even een sneer tussendoor aan Joey. Hey, Jordy is aan de beurt. En Jordy heeft by far de beste binnenkomer die je kan hebben bij Dennis. Ik kom met Amsterdam. Oh, mooi. Hey. Hé, eindelijk. Maar god zegt dat duurde lang. Gabi, ja, we hebben hem gevonden. Wat is je naam? Jordy. We hebben hem gevonden hoor, Jordy is het. Jordy. Nee, niet Joey. Jordy. Joey heeft een grotere pik dan jij. Loser. Ik hou je van sport. Ik ben sportman, ja. Ja, nee, niet. Om te kijken. Ja, dat zie ik gek. Je past niet eens in dat fucking overhemdje van je. Maar kijk nou even naar mij. Zie mij aan de sportschool gaan? Ik doe natuurlijk om te kijken. Nou, dit gesprek met Jordy vond ik het beste gaan. De beste klik met die ouders. Hij was wel zenuwachtig en vergat zijn eigen naam volgens mij zelfs. Maar even kijken wat de ouders van hem vonden. Ja, dit was ook een leuke jongen. Dit was helder. Nee, ja, heel leuke jongen. En hij woont in Amsterdam. Ja, heel leuke jongen ook. Ja. Het is letterlijk genoeg om uit Amsterdam te komen blijkbaar. Het is gewoon... Je moet een leuke jongen zijn en, dan, ja, en uit Amsterdam komen. En je moet ook kunnen koken. Dus er wordt gevraagd of ze kunnen koken voor Gabi de ouders en Gabi zelf. Vanavond wil onze bachelorette graag dineren met haar ouders in haar villa. Ga jij mes zoeken, dan schenk ik een borrel in. Ja, dit is een afzuigkap. Wat is dit voor kast? Wat is dit voor magische... Er zit een afzuigkap in de kast gewoon. Oké, dat is de afzuigkap. Nou, dan moet hier zo... De televisie. Ja, daar zit de televisie. Even kijken hoor. Oh, de Eiffeltoren. Wat doet de Eiffeltoren nou weer hier? Als hier een Eiffeltoren is... Dit scheelt Patty Bart. Ja, Gabi kwam ook even onze kant op. Zij ging echt vrij op Joey af. Dankjewel. Ja, ik ga het ja? zeggen. Kijk, ze haait hem een beetje over zijn ruggetje. Kijk, daar heb je weer. Ach, Monique, moet je kijken. Ze haait hem over zijn ruggetje. Ah, en nu geeft ze hem wat te eten. Ligt hij nou haar handpalm? Oh, hij is aan het blaffen. Gadver, Monique is een soort fetish. Oh, hij ruikt aan haar stront. Vies. Bah, bah. Nee, dit ging uitstekend. Want ze hebben een heel lekker voorgerecht neergezet. Boy, die had meer zijn charme en ging wijn schenken. Had contact met hun. Joey, die heeft gekookt. Een burn-out van kokkerellen. Goed, laten we even kijken hoe Casper en Jetro doen. Op een succes. Casper is echt lachen en brullen, maar pas in mijn leven. Nee. Nee. Maar het is wel een leuke jongen op een verjaardag bij je te hebben. Nou, Gabi, het is heel gezellig om Casper op een verjaardag bij te hebben. Opnieuw? Is het onduidelijk? Oh, oké. Nou, Gabi, ik zou met Casper en een grote groep mensen wel echt naar voetbal kunnen kijken, ja. Ook onduidelijk. Ik moet meer een kant kiezen. Okay. Nou, Gabi, laat ik het zo zeggen. Ik zou het niet erg vinden als Casper me de weg zou vragen op straat. Weer onduidelijk? Ja, maar ik moet het toch een beetje netjes houden, man. Wat een gezei. Nou, Gabi, ik zou Casper niet 1, 2, 3 doodschieten. Nee, ja. Is dat goed genoeg? Is het duidelijk genoeg? Ja, ik heb een kant gekozen. Weet je, het gaat die jongen toch hartstikke pijn doen, joh. Ja, het is een beetje onduidelijk wat die vader zei, want wat zegt nou leuk zijn op verjaardagen? Want je hebt een verjaardag met 50 man, dan spreek je er 6 van. Maar ik weet het niet, misschien zijn ze wel heel positief over Casper. Want misschien heeft Gabi wel 18 verjaardagen per maand. Is dat een van de belangrijkste dingen in haar leven? Dan past hij perfect bij haar. Ze heeft het gevraagd, we gaan even kijken naar het antwoord. Zouden jullie hem zien als mijn toekomstige man? Nee. Oké, misschien niet. We hebben ons niet anders voorgedaan dan dat we zijn. En dat vind ik belangrijk.
Heb je niet anders voor gedaan? Ik hoop niet dat je altijd zo voorstelt als iemand bij je thuis komt eten. Maar dames en heren, dit is chef Jetro. En dit is chef Kasper. Oké, even ter verduidelijking. Jordi en Niek die zouden dus zorgen voor het dessert. En hebben alles opgehaald bij een, weet ik veel, een plaatselijk restaurant of zo. En het enige wat ze moeten doen is het opwarmen. Niek en Jordi zijn allebei geen echte keukenprinsen. Is dit niet... Nee, dit is de oven. Oh, fuck, zie ik wat bedoel ik gehad. Oh, shit. Dit is niet normaal. Oké, kijk, het gaat kapot. De versiering heb ik hebben zo jullie gedacht. En ik wou eerst een raps vinden, maar die... Een wat? Een raps. Een rasp. Ja, dat zei ik toch? Een raps. Om koekjes mee te rapsen en kaas. Nou wil ik nergens op slaan. Wat slaat er op? Dat Jordi haar zoon is. In ieder geval kortom, over al het eten wat ze hebben voorbereid, heeft Jetro de beste indruk achtergelaten. En hij mocht dus op date met Gabi. Dus ik heb nog steeds wel het gevoel dat als ik niet bij je in de buurt ben, dat je zin hebt om het te zien. Ja, dat heb ik ook echt wel bij jou. Ik voel me zo'n meisje van zes. Oh, wat een lief moment. Dat ze straks ook echt de haar blauw gaat verven. En dat ze drank gaat jatten uit de kast van de ouders. En gaan roken uit het raam. Ma, ik bloed uit mijn vagina. What the fuck? Nee, maar bij 16-jarigen horen ook tienerproblemen. Let nu even goed op. Nee, maar weet je wat ik zeg? Iedereen praat. Ik weet van Joe, van Jor. Weet je, dat is het ding ook verder helemaal niet. Wat heeft hij gezegd? Nee, je hebt gezond. Je lult. Ja. Je lult echt. Heeft Jordi echt gezegd dat ik met hem heb getongd? Ja. Jawel, dames en heren, er is drama. Voor het allereerst, GTST is in de building. Jordi heeft namelijk verteld dat ze hebben getongd, terwijl ze helemaal niet hebben getongd. En nu is Gabi boos op Jordi, terwijl Jordi al love Gabi in zijn MSM-naam had staan. Nee, dat is helemaal niet waar. Maar oké, dit gebeurt er. Nu even is Jordi onderaan het lijstje beland, als dit zo mocht zijn. En dan kom ik maar op één manier achter en dat is gewoon recht op de mannen vragen of het zo is. Maar wel waar iedereen bij is. Ja, nou dit is Jordi gewoon even niet meer uitgenodigd op mijn verjaardag. En ik ga nu in mijn Insta-story een quote plaatsen wat over hem gaat. Maar ik ga hem niet taggen, maar hij weet sowieso dat het over hem gaat. Hey, luister, als ik hem zie, hè, ik sla hem zijn moeder. Niemand. Ik heb gehoord dat er dingen zijn gezegd die volgens mij niet helemaal waar zijn. Jordi, is er iets in het huis gezegd wat eigenlijk niet helemaal waar is? Ik heb geen idee. Oké, ja, ik kan wel wat verzinnen. Maar ik... Oké, mannen, luister nou. Ik zweer het je, als ik fucking geil ben, is hij bijna 25 centimeter. Gabi confronteert dus Jordi en Jordi heeft geen idee. En wij als kijker kunnen nu denken van ja, maar het is ook wel een beetje overdreven. En nu ben ik geen psycholoog, maar het ziet er gewoon een beetje naar uit dat Gabi aan dat liegen een trauma heeft overgehouden. En dan snap ik haar reactie ook wel. Maar ik weet het niet, hè? Ik zeg ook maar wat. Ik weet het echt oprecht even niet meer. En het maakt me intens verdrietig. Als ik dingen hoor en twijfel aan een van jullie of aan allemaal jullie oprechtheid. Ik snap dit. Heel veel mensen zullen nu denken dit is wel heel erg overdreven. Maar kijk, ik heb zelf ook trust issues. En meerdere mensen hebben dat. En vaak komt dat omdat er iemand is vreemd gegaan. Bij mij is het omdat iemand met mij omging voor verkeerde dingen. Op een gegeven moment als je begint aan een nieuwe relatie is het fijne daarvan dat je begint met een schone lei. Dus er zit nog geen smetje op de basis van die liefde. En als zij dus echt verliefd was op Jordi en er komt nu zo'n leugen en een beetje weer die trauma omhoog, dan snap ik echt wel dat ze emotioneel wordt. Ik snap het gewoon. En zeker inderdaad nu we nog met zo'n hele kleine groep zijn. En ik kan jullie zeggen dat er oprechte gevoelens zijn. Vanuit mij. Behalve aan Kasper, maar jullie snappen wat ik bedoel. Nou, Jetro zei dus uiteindelijk dit. We hebben toch 's ochtends toen jij terugkwam van de date, we hebben het toch in de woonkamer over gehad waar meerdere mensen bij waren. Ja. Toen hebben we toch ook gevraagd aan jou wat er is gebeurd. Ja. En toen zei je toch ook dat ze u gezoend hadden. Want er werd een vraag werd ook gezegd van kon ze goed zoenen. En toen bevestigde jij naar ons ja. Een kus is heel iets anders dan zoenen, grap. Oké, luister. Elke debiel kan nu zien dat dit gewoon een miscommunicatie is. Ja, Jetro dacht dat zoenen met tong was. Jordi dacht dat zoenen zonder tong was. Alleen niemand zegt dit tegen Gabi. Niemand gaat naar Gabi toe en zegt luister, dit is een miscommunicatie. Niemand heeft gelogen achter je rug om. En dit is wat er is gebeurd. Lol, laten we nu met z'n allen een orgie houden zonder Kasper. Maar ja, zo makkelijk ging het dus niet. Wie was daar wel bij dat gesprek? Want er waren meerdere mensen bij, toch? Ik was degene die de vraag stelde. Ik heb gevraagd of ze lekker kon zoenen. Elke keer als Kasper zich bemoeit met dat soort dingen lijkt het een sketch. Conclusie, aan het einde van het gesprek weet Gabi nog steeds niet wie er eerlijk tegen haar is geweest of wie er tegen haar heeft gelogen. En wij weten allemaal dat dit een miscommunicatie is. Behalve Kasper die denkt dat het een misdaad is. Maar Jordi en Jetro krijgen nog één kans om te vertellen dat dit een miscommunicatie is. Ze hebben al 100 kansen gehad, maar ze krijgen toch nog één kans. Jordi, wil jij even naar me toe komen? Heb jij gelogen over onze kus of niet? Ik heb niet gelogen over onze kus. Maar jij en ik weten wat daar gebeurd is. Dat is wat voor mij telt. Oh mijn god. Zeg gewoon dat dit een miscommunicatie is. That's it. Dat is het enige wat je moet zeggen. Je maakt het zo onduidelijk.
Is er gepraat over zoenen of ging het alleen over een kus? Ik denk dat het letterlijk de verkeerde vraag is die gezegd is. Kan ze lekker zoenen? En dan is zoenen misschien voor mannen een ander begrip dan misschien voor jou op dit moment. What the fuck gebeurt hier? Waarom zegt niemand dit? Ik snap het niet. Is er meer gebeurd dan wat er nu wordt uitgezonden of zo? En ook Boy krijgt nog een kans en die zegt dit. Kan je me alsjeblieft één lol doen? Mij gewoon maar roos geven vanavond. En me afzijdig houden van alles wat er vanavond gebeurt, want ik meng me niet heel graag hiermee allemaal. Oké, nou, dat is ook een manier. Het klonk rustgevend en vertrouwend. Ik ben benieuwd of het heeft gewerkt. Er is nog iemand die volgens hen niet bij mij past. En dat is Boy. Nou, dat werkt dus niet. Oké, nou ja, Boy moet dus naar huis. Dat vind ik echt vet jammer. Ja, ik heb ook bij hem al sinds aflevering 4 het gevoel dat hij niet echt zoveel geeft om Gabi als bijvoorbeeld een Jetro en een Joey. Maar, zo is het leven. Richie ging vorige week, nu Boy. Dus al volgende week wel weer Jetro gaan. We gaan het zien. Hey, op Videoland is er weer een aftertalk ding. Dus bekijk dat even als je het leuk vindt. En dit was het jongens. Ik vond het een hele leuke aflevering. Dit was de meest dramatische aflevering. Laten we het daarop houden. En ik hoop dat jullie ook nog een Lieve Gabi aflevering 10 alweer. Ja, aflevering 10 willen zien. Waarom zijn jullie toch steeds niet zat? Zijn jullie het al zat? Nou, in ieder geval laat even weten of je aflevering 10 wil zien. Want ik kan ook gewoon nu gaan stoppen dat ik alleen de finale misschien ga doen. En dan hoop ik jullie volgende week te zien. En kijk even in de beschrijving voor BLM. Wat je kan doen tegen racisme. Dan zeg ik dit keer. Ik ben hartstikke tevreden.